Het is bijna zover. Bijna kan Q haar 10-jarig bestaan vieren. En dat doen we hier in deze gigantisch grote Q-studio. En ja, als je even rondkijkt, er staan hier nogal heel veel dingen. Maar er staat hier nog geen enkel podium echt klaar. Dus ik heb een plan gekregen. En waar ik nu sta, dat is hier. En dat is eigenlijk de plek, het podium, waar de akoestische set komt te staan. En ik neem het even mee, want ja, het is zonder plan dus echt niet duidelijk. Maar uiteraard, onze DJ's die gaan ook live presenteren, 10 uur lang. En dat doen ze van daaruit. Ik denk, waar die kabels hier zo'n beetje hangen, dat hier Wim en Anke en Sven en Kurt ja, live gaan presenteren. En ook alle muziek is live. Hè. Dus dat wil zeggen dat hier ontzettend veel artiesten aanwezig zullen zijn. En die artiesten die kunnen bijvoorbeeld hier op dit podium hun ding doen. Ta-ta-da-da. En het is eigenlijk, dit podium is een podium waar de Q Live Band zal staan. Dus dat is voor de artiesten. Ik denk maar aan August of Kato of Kevin, die dus niet hun eigen live band hebben, maar die van Q. En hier kunnen zij hun ding doen. En het blijft er niet bij. Nee, nee, we hebben nog een podium. En ja, dat is heel duidelijk, dus ik leg dat plan even weg. Dat is de mainstage. Waar onder andere Shaggy, Tayo Cruz en Hooverphonic, ik noem maar een paar namen, zullen optreden. En oppassen voor de kabels. Alles is hier nog een beetje chaos en zo. Maar het gaat er volgens mij wel heel goed uitzien. Hè? De lampen die hangen al klaar, langs de linkerkant. En voilà, ze komen hier met dingen aanrijden. Hop, hop, hop. Ze zijn goed bezig, die werkmannen. En als je hieruit, dus stel ik ben Shaggy en ik loop hier van het podium, dan kunnen ze hier naar rechts gaan en dan komen ze uit in de green room. Even kijken hoe die green room eruit ziet. Ha, dat is een tegenvaller, hè. Ja, het is totaal nog niet klaar, dat is duidelijk. Maar de mensen van voor de show die gaan hier komen zitten, want ze gaan een live uitzending maken. En alle artiesten die kunnen dus hier even een drankje komen drinken, een pintje. Misschien een massage. Nathalie Del Porte die schijnt daar heel goed in te zijn. Enfin, we gaan het allemaal meemaken. Maar één ding is duidelijk. Er moet nog heel veel gewerkt worden.